De porcini is de koningin van de paddenstoel. Het is absoluut, vind ik, de lekkerste paddenstoel die er is. En ja, het is ook de chicste paddenstoel. In Nederland heet het eekhoorntjesbrood. En in Italië dus porcini. En het is echt een nationale sport om je eigen porcini te plukken in het bos. En je ziet als je in het seizoen in Italië bent, zie je mensen ook gewoon stoppen langs de kant van de weg. En dan komen ze uit hun Fiatje 500 met een mandje en een mesje. En dan kijken ze een beetje om zich heen. Want ze willen niet zien dat ik weet waar ze het bos in gaan. Want ze hebben allemaal hun eigen vindplek. En want porcini die groeien vaak in het seizoen weer terug op dezelfde plek. Ik heb overigens een vriendin die ze in Nederland zoekt en vindt. In Frankrijk worden ook heel veel paddenstoelen gegeten en zelf gezocht in het bos. En als het seizoen begonnen is, dan zie je ook, misschien heb je het wel eens gezien, bij apotheken komt er een affiche op de deur dat het seizoen geopend is. En dan kan je met je eigen gevonden paddenstoelen naar de apotheker. En die kijkt dan beroepshalve of het klopt of de paddenstoelen niet vergiftigd zijn. Want het zal je maar gebeuren. Want ieder jaar lees je wel weer in de krant dat er een aantal mensen zijn omgekomen door het eten van verkeerde paddenstoelen. Nou, de porcini in gedroogde vorm heeft een hele sterke smaak. En die gebruik ik graag. Het is echt een umami smaak. Die gebruik ik ook graag in de vegetarische en in de vegan keukens. Ik gebruik het vaak om champignons, die natuurlijk van zichzelf heerlijk zijn, maar een beetje een soort smaakboost te geven. Normaal gesproken in recepten staat altijd dat je dus de gedroogde porcini in een pannetje water opkookt. En dat, als zodra het kookt, zet je het vuur uit en dan laat je ze wellen. Dan kan je ze nog een klein stukjes knippen en dan kan je ze door een saus gooien. Maar dat vind ik een beetje omslachtig. En omdat ik het graag gebruik, dus dacht ik van, weet je wat, je kan het ook gewoon in een koffiemolen fijn malen. Dan krijg je porcini poeder. En dat is dus echt een absolute aanrader en een top smaakmaker in de vegetarische en de vegan keuken.